Donderdagavond merkte Diana de Goeie dat de verwarming niet meer warm werd, terwijl het buiten steeds harder ging vriezen. Nou, dat was echt niet lekker. Ik zat hier op de bank met een dikke deken om me heen en ik zat nog van binnenuit te rillen van de kou. We zitten hier al 3 dagen zonder verwarming en al 3 dagen zijn we constant aan bellen naar alle instanties, Woonstad, Lieve. En we worden echt met een kluitje de riet ingestuurd en dan met de mededeling, ja, het wordt gemaakt. Ze kijken daarna, ze wordt gemaakt. En nou zijn we op dag 3 en er is nog niks gebeurd. Nu zijn ze dan heden wel bezig. En we zitten ook zonder warm water en dan met deze temperaturen. Na 3 dagen bibberen zijn er dan eindelijk 2 monteurs om de ketel te repareren. Ja, er is water in de elektronica gekomen, waardoor de pomp kortsluiting heeft gemaakt. Is dit typisch een koude probleem? Dit is typisch een koude probleem, ja, ja. Woonstad, eigenaar van de huurwoningen, baalt van de situatie. Ja, dat is absoluut vervelend. Wij hebben gedacht dat we donderdag heel adequaat hebben gehandeld en dat daarmee het probleem opgelost was. Ja, gisteren hoorden we dat het nog steeds een probleem was en vandaag is het opgelost. Ja, de mevrouw die wij hebben gesproken, die u ook net heeft gesproken, die zei ja, maar ik word echt van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, dat is wel evaluatiewaardig, moet ik even zeggen. Ik heb die mevrouw net ook gesproken en ik heb haar aangehoord. En dat is voor mij wel reden om maandag eens even goed na te gaan wat hier nou precies gebeurd is. De bewoners halen ondertussen opgelucht adem. Die kunnen weer stoken. En dan weer doen, ja.